zijn er met deze auto. Het ziet er wel interessant uit, hè? Ja, zeker. Hoeveel locaties denk je om te verdiepen? 500. En dat al je van Harkman? Dat al je van Harkman. Is ook van het bot nu, hè? Meldsen, bot nu. Sjubbel. Het vervallen. Hoeveel bier hebben wij? 10 en 5. Ik weet dat het nou is. Is dat echt zo benauwd is? Nou. Harken maar zijn baas, je weet het nooit, hè? Oké. Het is wel denk een beetje te krap. Ik zit toch wat gespannen gezichten, mag ik zeggen. Ja, dat valt wel mooi, hè? Ja? Net benauwd? Ja, niks te verliezen, hè? Niks te verliezen, je wilt winnen. Ja, maar ja, ik bedoel, we winnen wel, denk ik. Denk ik net, jongens. 0-0. 0-0 houden de eerste helft. En dan de rollen in de klets. Tuurlijk. Of penalty's even, hè? Ja. Denk je hem dat ik? Nou, ik denk dat we blij mogen zijn dat we onder 5 houden. Als je hem ook net verliefd gekleerd worden, dan weet ik het niet meer. Want dit wordt niet hoor, een grapje hoor, hè? Ja, het wordt, we pakken het over 0. Wij ben gewoon om die partijen te pakken. Ach ja, hoe vaak heeft Nederland zelf dan die slechte voetbal tegen een Andorra of wat ook maar. Of de hoofdflassen die het heel moeilijk maken tegen een Ajax of een Feyenoord. Dus je hoopt op een stukje passiviteit van hun. En dat ze vandaar op een 11e-30e willen voetballen en dan een mooie wedstrijd van willen maken. Zodat wij uiteindelijk daar gebruik van kunnen maken. Ja. Doe het goed, toch? Je hebt een mooie wedstrijd toch, voor het publiek. Niks aan de hoorn? Ja, nou niks aan de hoorn, maar je maakt wel een kapper bier. Dat is duidelijk, hè? Ze zijn wel gevaarlijk, hè? Ik ga de held nog even scoren dan, hè? Hé, het is zo'n 2-0 weer. Hoe mag het nou? Ik maak nog zin dat het wordt. Ja. Dit wordt een verlenging. Nog eens positief. Je kwam je. Ja, maar ik zit nog niet meer zitten. Dus gewoon geluk ons. Complimenten voor Bellicum, maar ik vind dat we zelf dramatisch slecht voetballen. Maar we zelf wel aan rekening. Het is eigenlijk een hele mooie prestatie. Ik denk dat we hebben laten zien dat we het heel, heel moeilijk hebben gemaakt. Dat was ons doel ook. Dat je zelf een paar kansen zou krijgen. Nou, dat hebben we ook gecreëerd. En je maakt er geen goal, dat is jammer. Ja, op laatste natuurlijk, we hebben ze vrij lang op 0 kunnen houden. Ja, dan is het op laatste moment dat de goal valt, aan de bal natuurlijk van. Maar 2-0, nou ja. Ik denk dat je zaterdag gewoon mooi op stap kunt en niet van met de borst omhoog, borst naar voren door de stad kan. Hey jongens, ik ben trots op je. Ja.